Een hele goede avond. Jan en Ronald is vandaag te gast. En dat is een hele bijzondere gast, want we gaan vandaag praten met iemand van het UWV, van de UWV Voorzieningen. En Jan, leg eens uit waarom je Ronald vandaag hebt uitgenodigd. Nou ja, je weet, ik ben een oude gast, hè? En ik ben nog de oude GMD gewend, de oude GAK. Het was voorziening allemaal heel keurig geregeld. Ik wist precies wat er aan de hand was. En dat is tegenwoordig wat lastiger. Dat heeft ook met internet te maken en zo. Maar ik vind het wel heel interessant wat de UWV doet. Dat is gewoon kijken wat is het probleem en zo gaan we het oplossen. En soms denk ik wel eens, dat zou voor de gemeente ook wel leuk zijn dat dat op die manier gedaan werd. En even om de vraag te beginnen, Ronald. Wat doet UWV Voorzieningen precies? Wat is de doelstelling? Ik hoop dat je dat niet aan mij kan zien, maar ik heb inderdaad de GMD ook nog meegemaakt, want zo lang ben ik ook in dienst bij het UWV en bij het GAK destijds. Dus toen was inderdaad voorzieningen allemaal centraal geregeld. Wat het UWV tegenwoordig doet met voorzieningen is dat we formeel aan zet zijn voor mensen die aan het werk zijn, heel veel talent hebben, maar ook een beperking. En daar moeten wij, als ze daar een aanvraag te doen, het is een wettelijk recht. Dan hebben wij een voorziening te beoordelen om te kijken wat is er nodig om iemand met die beperking aan het werk te houden of te krijgen. En naast werk verstrekken we ook voorzieningen voor mensen die daar, voor jonge mensen die naar school gaan, die dat nodig hebben vanwege hun beperking en niet in klasse 2 onderwijs zitten, die voorzien wij ook van een voorziening. Dus wij kennen mensen met een beperking al van jongs af aan. En daar zo, sinds ik het onder mij, ik mag daar leiding aan geven in het dagdagelijks leven bij het UWV. We hebben dat sinds 5 jaar gecentraliseerd onder mijn verantwoordelijkheid. En er zijn zo'n 200 mensen binnen UWV echt gewoon dedicated aan het werk voor voorziening. En wat maakt het vak zo moeilijk? Wat zijn de moeilijkheden voor jullie bij UWV? Nou ja, de moeilijkheid, ik vind het meer mooie uitdagingen, hè, want het zijn echt inderdaad, het is bijna altijd maatwerk natuurlijk voor mensen, want er is geen mens hetzelfde en er is ook geen beperking hetzelfde en er is ook het werk is niet hetzelfde. Dus het is constant een uitdaging voor de arbeidsdeskundigen. We hebben 40 arbeidsdeskundigen in dienst bij voorzieningen die alle beoordelingen doen in het land, om daar steeds natuurlijk te kijken van wat past het beste bij deze persoon, hè, en wat voor overbrugging heeft hij nodig vanwege die beperking om zijn of haar werk goed te doen. Ja, en dat zijn uitdagingen voor mensen die blind of slechtziend zijn, tot en met mensen in rolstoelen, en dat kunnen ook kinderen zijn. Dus ja, ik vind dat geen moeilijkheden, maar ik vind het meer uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen hun talenten kunnen benutten en werkgevers die talenten nodig hebben, weet je, om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Weet je wat ik me afvraag? Kijk, sinds Rutte 1 worden alle mensen met een handicap geadviseerd om ZZP'er te worden. En dat zijn er nogal wat op dit moment. Wat kan jullie afdeling misschien daarvoor betekenen? Of kan die niks betekenen? Nee, in principe geldt ook dat mensen die ZZP'er worden, hebben recht op een voorziening. En nogmaals, ik zeg steeds recht, het is een wettelijk recht. Vanuit de WIA en de WAJOM staat in gewoon dat mensen een wettelijk recht hebben op een voorziening als ze werk hebben en een beperking. En dat kan ook vanuit als ze mensen starten als ZZP'er. Dus dan moet in principe gelden wel dat de beperking, ik vind het vervelend om er zo over te praten hoor, maar de beperking moet gelden dan, hè, die moet er zijn bij het starten als zelfstandige. Ja. En als dat zo is, dan heeft men ook vanuit dat zelfstandigheid heeft men recht op een voorziening. Wat wel zo is, is dat na 3 jaar wordt gekeken, wordt er een inkomenstoets gedaan of als iemand boven een bepaald bedrag verdient, dan heeft iemand feitelijk moet iets zelf gaan betalen of zou het vanuit de zorgverzekeraar moeten komen. Ik En persoonlijk vind ik. Ja. wat ik me wel afvraag, moet je dan ook verzekerd zijn met de UWV op de een of andere manier? Nee, ik vind het wel lastig hoor, maar volgens mij is dat niet zo, omdat het nog steeds vanuit de WIA geregeld is. Maar nogmaals, op het moment dat op het moment dat die inkomenstoets plaatsvindt, ja, dan moet je of een aparte verzekering daarvoor hebben, al dan niet via de zorgverzekering, of inderdaad, nou ja, weet je, er gaan best discussies van, is zo'n inkomenstoets nou eerlijk? Waarom is er bij een werknemer geen inkomenstoets, behalve dan op vervoer, en bij iemand die zelfstandig werkt wel? Ja, nee, Ja. dat wilde ik me net afvragen inderdaad. Want stel dat je, noem maar wat, modaal verdient. En ik neem aan dat het dan boven jullie inkomensgrens is. Nee, dat ligt al boven de 80.000 euro geloof ik Oh, hoor, oké, dus okay, het dan is moet je nog. toch echt wel echt een flinke baan hebben. Ja. Maar dan Ja. nog, die advocaat die
die geen beperking heeft, hoeft geen voorzieningen te betalen dan de advocaat die het wel heeft natuurlijk. Ja. Dus er zit natuurlijk automatisch een ongelijkheid in. Nou ja, dat vind ik ook. Kijk, daar gaat best het gesprek over trouwens ook met sociale zaken. Hè. Van tot waar moet je nou als maatschappij dus zeg maar voor opdraaien. Mm-hmm. Maar waar zou je dat als maatschappij moeten betalen? Waar zit dat verschil in? Ja, en dat heeft ook met verzekeringen te maken natuurlijk. Hè, op privaat gebied en dergelijke. Dus daar moet echt nog wel wat over bedacht worden om dat op te lossen. Mm-hmm. Maar ja, die vergelijking die jij net maakt, ja, waarom een gezond iemand heeft geen kosten en iemand met een beperking heeft die wel, ja, daar kan je wat van vinden. Dus, ja. En ja. Hoe denken jullie ook out of the box? Ik moet bijvoorbeeld denken aan, ik ben nu aan het werk met jongeren die acteur zijn, die ook op de toneelschool les krijgen. Ik kan me voorstellen dat je als acteur een veel lichtere rolstoel nodig hebt om op het podium te staan of iets wat veel dichter bij het karakter past, ik noem maar wat. Hoe out of the box denken jullie bij UWV-voorzieningen daarin? Ja, ik hoop altijd dat de mensen met wie mijn collega's zo maximaal mogelijk out of the box denken. Kijk, wat we altijd wel doen, ik heb zo'n rijtje, we zoeken het meest adequate middel voor wat we moeten overbruggen. Het moet tegen de beste prijs zijn en het moet proportioneel zijn. Weet je, het moet uitlegbaar zijn wat we daaraan uitgeven. Gelukkig is het woord proportionaliteit begint steeds meer te schuiven. Weet je, deelname aan de maatschappij, inclusiviteit, kost gewoon geld. Weet je, en dat, ik vind als je dat met elkaar uitstaat, dan moet je daar ook moet je het kunnen uitleggen wat het kost. En er zijn ook echt, wij hebben aangepaste bussen van 80.000 tot 100.000 euro. Zo'n rolstoel, wat jij zegt, kan best heel veel geld kosten. Maar als dat de oplossing is voor iemand om zijn vak als acteur uit te voeren, ja, dan is dat gewoon nodig. Ja. Dan is het nog steeds aan de arbeidsdeskundigen die bij ons werken om dat zo goed mogelijk uit te leggen in hun rapportage, zodat het later goed terug te lezen is. En dan is het, weet je, dan kan je er een keer over van verschillen van was dit nou nodig of niet, maar tegelijk denk ik, ja, weet je, maar ik zeg altijd, ja, wij verstrekken geen rolstoel aan iemand die niet kan lopen, die kan lopen, weet je, wij verstrekken voorzieningen aan mensen die helaas een beperking hebben. En weet je, dus ja, en dan kan het inderdaad zijn dat het voor de ene is een aangepaste bus, hè, rond de 80.000 euro. Maar dat kan iemand nodig hebben voor zijn werk, omdat hij elke dag 50 kilometer moet rijden. En voor een acteur kan het een aangepaste rolstoel zijn die duur is, maar die wel nodig is om dat vak uit te oefenen. Ja, dus, en bijvoorbeeld een barman die in een bar werkt, betekent dat ook dat jullie bijvoorbeeld kijken van, goh, de bar moet lager gemaakt worden? Of hoe ver gaat dat? Of is dat echt puur... Nou ja, of je zou moeten kijken, moeten we die persoon omhoog krijgen? Ik heb er zo'n filmpje van iemand uit Amsterdam, die moest dat is letterlijk zo, dat filmpje ook gebruik ik ook wel eens in mijn presentaties. Ja, die heeft gewoon een rolstoel die omhoog kan. Ja. Weet je, dus de vraag is even, moet je de hele bar omlaag brengen en staan alle gasten veel te laag aan die bar? Of breng je die persoon omhoog? Ja. Maar daarmee wil ik benadrukken dat het is, ik kan geen één lijn, het is altijd maatwerk voor wat er voor die persoon in dat werk met die beperking nodig is. Ja. Hey, maar als je op dit moment ziet, hè, de arbeid is op dit moment, nou, mensen met een handicap zouden in de rij moeten kunnen staan om werk te vinden, want er is geen medewerker te vinden. Hoe kan het nou dat dat dan niet gebeurt als dit soort voorzieningen mogelijk zijn? Nou, omdat ik denk, ik merk zelf, ik doe dit werk nu sinds 5 jaar, hè, ben ik landelijk manager. Ik ga trouwens binnenkort stoppen als een landelijk manager. Ik heb een andere baan binnen UWV, dus we zijn ook naar een opvolger op zoek. Maar sinds ik deze presentaties geef, merk ik dat bij heel veel mensen het gewoon onbekend is. Hmm. Bij mensen van de UWV zelf, daar geef ik veel presentaties om mee te geven, hé, dit zijn de mogelijkheden. Bij belangengroepen, ik heb verschillende presentaties gegeven bij belangengroepen. Mensen die zelf beperking hebben, daar zegt ook heel veel van, oh, dat wist ik allemaal niet. En werkgevers. Weet je, de werkgevers zijn op zoek, mag ook gelukkig vaak bij werkgeverscongressen staan. En daar zegt ook meer dan de helft, oh, dat wist ik niet. Weet je, dan noem ik bijvoorbeeld het getal, hè, 60 tot 70% van de mensen die blind zijn, die hebben geen baan. Moet je nagaan, ten opzichte van een WW-percentage van 2,5 of 3% bij de gewone beroepsbevolking, laat ik het zo zeggen. En dat is zonde, dat zijn mensen met dezelfde talenten als iedereen, alleen ze kunnen niet zien en ze hebben bij wijze van spreken vervoer nodig of een aangepaste braille-leesregel of wat dan ook. Maar met dat hulpmiddel zijn het gewoon juist die krachten die al die werkgevers nodig hebben. Dus ook daar geldt inderdaad van, ja, zo maximaal mogelijk bekendmaken dat deze mogelijkheden er zijn en dat op die manier een arbeidspotentieel aanboren wat nu nog onbenut lijkt te zijn. Hoe komen we daar terecht?
Ja, dat is constant deze boodschap uitzenden. En ik merk dat ik alweer op plekken weer een keer kom, omdat ik dat 3 jaar geleden al een keer gedaan heb. En het is constant vertellen dat dit mogelijk is. Kijk, ik wou nog even als afsluiting zeggen, het is ook, mensen moeten zelf ook durven. Hè? Mensen die blind zijn, moeten ook, zeg maar spreken, moeten de drempel over om ervoor te zorgen dat ze op die arbeidsmarkt terechtkomen. En dat lijkt me ook best lastig. Ik heb ooit een keer jouw documentaire gezien, Mari, als een van de. Weet je, ook jouw struggle erin van wat ga ik nou precies doen en waar pas ik. Ja, weet je, dat is. Moeten de mensen. En die moeten af en toe ook denken: weet je, deze talent heb ik allemaal. Je moet er alleen even voor zorgen dat ik met vervoer bij dat werk kom. Weet je, dus. Betekent het dat er eigenlijk een behoorlijke pot geld gereserveerd is die op mensen aan het wachten is? Mag ik dat zo formuleren? Ja, ik durf dat zo te zeggen, want dat vertel ik ook in mijn presentatie zo. En de collega's van SZW weten dat ik dat zo zeg. Er is 100 miljoen per jaar beschikbaar voor voorzieningen. Vanuit de WIA en de WAJO. Dus daar is de gemeente van los. Dat is nog wel even een ander verhaaltje waar net Jan ook wat over heeft. Ja, ingewikkeld. Dat is 100 miljoen per jaar beschikbaar voor voorzieningen. Wij geven ongeveer 85 miljoen per jaar daaraan uit. 15 miljoen strook. Terug de staatskas in. Dat is natuurlijk best handig in deze termen, tijden van schaarste. Maar tegelijkertijd geven we 15 miljoen niet uit. En het is een recht. Wij kunnen niet, als de 100 miljoen op zijn in november, kunnen wij niet het loket deel doen. Maar dan gaan we gewoon door, omdat mensen gewoon wettelijk recht hebben op een voorziening in dat rijtje met wat ik net zei. Ja. Het is niet zo dat we altijd alleen maar geven, geven, geven. Het moet wel passen bij de baan, bij de beperking en dergelijke. Ja. Dus, Het is een duidelijke oproep naar de hele doelgroep. Ik vind dat een heel lelijk woord, maar laat ik dat zo even zeggen. Van, weet dat dit bestaat en er is dus 15 miljoen. Ja, dat wordt niet gebruikt. Ja, dat is echt zonde. Weet trouwens dat 2/3 van het geld is bestemd voor, of wordt uitgegeven aan jobcoach. Dus er worden ook heel veel mensen begeleid, zeg maar. Dus dat is ook een hele belangrijke voorziening. Maar inderdaad, ja, weet je, ik vind het echt zonde als ik die getallen noem van de mensen die blind of slechtziend zijn, dat er nog zoveel mensen aan de kant staan, terwijl ze hartstikke goed gewoon hun werk kunnen doen. Ja, ja, fantastisch. Enorm bedankt, Ronald. Dit is eigenlijk, Jan, we hebben toch 2 vlogs gemaakt laatst waar het toch slecht nieuws was. Maar ik wil dit wel onder het noemertje goed nieuws, toch? Zeker. En als we daar ook nog weten waar mensen dat soort aanvragen kunnen indienen, om bij die arbeidsdeskundige te komen, dat is wel handig. Ja, nou, dat is op uwv.nl/voorzieningen, daar vind je in ieder geval de werknemersaanvragen, wat mensen zelf moeten aanvragen. Die zijn gelukkig tegenwoordig, kan je digitaal indienen. Die kan je ook, je kunt ook de documenten digitaal uploaden. Dus dat staat op uwv.nl. En ik zeg, sinds ik deze presentatie al mag geven, bij twijfel altijd indienen. Ja. Want dan hebben wij iets te beoordelen. Ga niet denken van, ik zal misschien wel geen recht hebben. Laat alsjeblieft die arbeidsdeskundige komen. Ik zeg ook tegelijkertijd, het is ook geen, je zal niet gelijk altijd alles krijgen. Want dat beoordeelt een arbeidsdeskundige. Maar je weet dat je beperkt bent. Je weet dat je een baan of school hebt. Weet je, dus dien die aanvraag in. Ja. Top. Dankjewel, Ronald, voor dit, voor deze toelichting. Fijne avond. Ja, dankjewel. Jullie ook. Tot ziens. Tot ziens. Doei.